Kunstblik, daar zijn we weer. En wie hebben we hier? Marianne Appels. Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Moet nog gebeuren, of niet? Ja, het moet allemaal nog gebeuren. Maar dat gaat goed komen, denk ik. Ik hoop het wel. We luisteren even wat je allemaal te vertellen hebt. En Jolanda die gaat de vragen stellen. Ja, want Marianne, jij komt niet uit Haaksbergen. Nee, ik ben Brabantse. Maar hoe bevalt het je in Haaksbergen? Tot nu toe heel goed, moet ik zeggen. Punt 1, omdat we wel heel rustig wonen nu. Ja? Want we wonen nu 3 jaar hier. Maar daarvoorheen hebben we in Eibergen gewoond, 24 jaar. Ja. Ook heel leuk hoor. 24 jaar? Dat is nog een tijd. Ja, leuk buurt, ook een leuk dorp. Gebeurt ook van alles. Mm-hmm. Maar onze kinderen zijn het huis uit. Dus wij zeiden, we willen kleiner wonen. Oké. Okay. En een van onze kinderen, die zag wat foto's op Funda van dit huis. Waar je nu woont. En dat had ik ook al wel gezien, maar ik had hem nog weggedaan. Ja. En die zei, ik heb een huis voor jullie, dat is best leuk voor jullie. Zeg, dan weet ik welk huis daar is. En dat was ook zo. En dat was ook zo. Zeg, nou, dan gaan we kijken. En toen kwamen wij hier en zeiden wij, ach, dat lijkt wel op het huis wat wij in Gilze hebben gehad. Dat had ook zo'n pleintje ervoor, wel groter, maar had ook zo'n pleintje. En ook wat bungalowtjes aan de overkant. En, dus dat voelde meteen goed? Het was zoiets van, oh, dat is al heel leuk. En het is rustig hier, want in Eibergen hebben we op een heel druk punt gewoond. Okay. En we zochten ook wel weer de rust. Nou. Dat is echt zo zalig hier, daar genieten we echt iedere dag van. Gelukt dus? Ja, gelukt. Is het Marianne of Marian? Heel officieel heet ik Marianne. Er is altijd Marian tegen mij gezegd. En ze schreven dan overigens ook nog Marian met een J. Totdat ik het geboortekaartje in handen kreeg. Mijn moeder ging verhuizen en die ging opruimen. En die gaf mij het geboortekaartje. Ik zeg, ik heet helemaal geen Marian, ik heet Marianne. Dus vanaf dat moment noem ik mezelf, als ik me voorstel, Marianne. Maar ik luister naar Marian, naar Marianne, naar mevrouw. Of een juffrouw. Oh nee. Oh, juffrouw. Nee, ja, juffrouw leuk. Niet. Want op school noemden we de leerlingen noemden ons allemaal bij de voornaam. Want je hebt lesgegeven? Ik gaf lichamelijke opvoeding. Sporten. Ja, sporten. Oh, leuk. Ja. En wat vond je zelf het leukste aan sport? Ik heb heel lang gehandbald. Oh. Heerlijk. En dat is nog. Ja, ik kan het niet meer doen. Want het vergt natuurlijk heel veel van de knietjes. De knieën en de schouders en dat soort dingen. Maar als er handbal op tv is, dan zit ik helemaal in mijn eentje voor de televisie te roepen en te schreeuwen. Lekker aan te moedigen. En lekker aan te moedigen, ja. Vind ik heerlijk. Marianne, ik zie allemaal mooie dingen hangen boven de bank. En die zijn ook van jou. Die zijn ook van mij. Ja. Deze twee, het is een positief en een negatief beeld. Ja, plus en min. Plus en min. Ja. En... Je hebt meegedaan aan een kunstwandelroute in Borculo. Ik geloof in 2000. Was het nou al? 21, volgens mij. Was 21. Dat toen? Ja, de kunstwandelroute was geloof ik. Je raakt de tel ervan kwijt. Tijd gaat zo snel. Ja. En ik heb ze opnieuw ingelijst, want ik vond ze zelf veel te mooi. Ja, en dus nou, je verkoopt niet alles. Nou, het kan zo zijn dat ik deze ook bij een expositie neerhang en daar een prijskaartje bij hang. En als iemand ze koopt ze. Ja. En wat is de techniek? Ik heb eerst een tekening gemaakt op papier, het is een vergaand blad. En daar heb ik een foto van gemaakt, die heb ik dan weer in het negatief gezet op de laptop. En ben ik mee naar een fotograaf gegaan. Die heeft daar, hoe noemen ze dat, een vectorbestand van gemaakt. Okay. Zodat je dat kunt laten drukken. En dit is dan op plexiglas. Oh, supermooi. Dus een goede blik moet je ervoor hebben. Ja. Je hebt ook een blik gekregen van ons onlangs. Dat klopt. En een kunstblik. En elke deelnemer van Kunstblik krijgt dat nou. En je hebt hem ook al gepimpt. Ja. Dus hartstikke mooi. Dit is hem. Dit is hem. Nou, wat kun je er me van vertellen? Ik kreeg dit blik en het is nog zwaar. Daar heb ik daar net commentaar op gekregen, want ik had hem leeg moeten eten. Maar omdat ik niet wist wat erin zat, het was of erwtensoep. Durf je hem niet open te maken, Marianne? Was of je bang wat eruit, bonensoep, bruine bonensoep. En bruine bonensoep lust ik niet.
Echt niet. Nee, maar het was bedoeld voor een beetje... En ik vind het zonde, ja, maar ik vind het zonde om dan weg te gooien. Dus ik denk, dan maak ik hem niet open. Duurzaamheid, dat is een mooi excuus, dat doet het goed. Dus deze tekening heb ik gemaakt met uiteraard de erwtensoep. En dan de bruine bonen. Met de wolkjes van eventuele ontsnappingen. Ja, gasvorming. Gasvorming. En de mensen die erop staan, ja, ik noem ze silly people, want ze zien er niet uit. Ze hebben allemaal gekke neuzen, gekke benen, daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Als je goed kijkt, klopt daar niks van. Maar ik vind dat heel leuk om te doen. Ze gaan eigenlijk in één beweging met een pen, probeer ik ze op papier te krijgen en dan moet ik gewoon kijken wat ik daarin zie. Aan de klank te horen van je stem, zit er een zachte G in. Als de worstenbroodjes in gezeten hadden? Dan had ik ze meteen opengemaakt. Dat dacht ik al. Zeker weten. Wij bakken ze ook zelf. Oh ja? Ja. Nou, we zijn benieuwd. We blijven eten. Nou, Marjan, gaan we naar het atelier? We gaan naar boven. Neem jij het schilderijtje mee, want ik laat dat alles vallen. Nou ja, dat kan ik dan beter zelf doen, hè? Ja, ik ben onder dan. Op zolder? Nou, je gaat te snel, Marjan. Hij is weer eens niet zo ver. Ja, toch, ja, toch. Het is allemaal een eeuwigheid. Hij is ook een jaartje ouder. Ja, ik ook. Ik mag niet veel trap lopen eigenlijk. Ja. Oké, okay. Nou, nog een trap. Jeetje, wat een gigantisch huis. Nou, is toch kleiner dan waar we woonden. De 11e verdieping zijn we nu. Dus dit is mijn... Dit is mijn werk. Wat een mooie werkplaats heb jij. Helemaal voor mij alleen. Wat heerlijk. Dus, en je bent bezig met een nieuw werk? Ja, ik ben bezig met een nieuw werk. Wauw. Mooi zeg. Jeetje, hoe lang ben jij nou bezig met zo'n... Hoeveel uur zit er nou in? Tel ze niet. Nee, hè? Ik tel ze niet. Bij te houden, denk ik. Nee, nee. Weet je, het is ook 's avonds vaak anderhalf uur of zo. Of een keer in de middag. Als ik echt een vrije middag heb, niet weten wat te doen, denk ik... Nou, ik ga lekker tekenen. Oké. Okay. En dan ga je hier lekker zitten. En je hebt allemaal fineliners. Ja. En ook een hele grote. Dat is geen fineliner. Ja, dat is echt voor de grote vlak, hè. Als ze echt zwart... Ik heb hier nou niet. Ik heb ook nog andere. En dat is echt een hele zwarte achtergrond. Hier bijvoorbeeld. En dan, en dan ga je wat meer met zo'n, met zo'n grote. Ja. Ja. En wat ben je nu aan het maken? Nou, ik had op een wandeling een foto gemaakt van Riet. Ja. En toen dacht ik... Jij maakt eerst een kleine... Heb ik een kleintje gemaakt om te kijken van... Oké, kan dat? Is dat wel leuk? Ja. En het is ook niet helemaal na de foto, want er staat natuurlijk veel meer gras op. Maar daar heb ik dan het geduld niet voor om al die grasprietjes te tekenen. Maar ik heb dus blijkbaar wel het geduld. Ja, hoe gek kun je het hebben om al die streepjes te zetten? Dus van de week bedacht ik dat ik moest om mezelf lachen. In plaats van grasprietjes zijn het allemaal streepjes geworden. Ja, dus ik probeer door te arceren, ook hier door te arceren om dichtheid of wat diepte, hier zie je dan weer diepte aan te geven. Ja. Of hier wat meer beweging aan te geven. Ja, zijn allemaal verschillende patronen. Ja. Dus maar dit is niet uit één lijn, hè? Ja. Toch ja. Wel, je gaat Nee, dit gaat inderdaad niet... Wat ik dan met andere tekeningetjes doe uit één lijn. Ja, hier hangt ook een heel mooi werk. Heel gedetailleerd. Ja. Allemaal blaadjes. Dat is asfalt. Oké, vertel. Ja? Vertel. Is dit asfalt met blaadjes? Ja, dat was in coronatijd. We mochten alleen nog maar eigenlijk naar buiten om boodschappen te doen enzovoort. Ja. Dus ik liep hier naar de buurtwinkel. En daar is zo'n wandel... paadje met asfalt en het lag vol blad, het was herfst. En er zat zo'n scheuren in het asfalt. En dan heb ik weer zoiets van, kan ik dat ook tekenen? Kan ik dat ook tekenen? En hoe moet ik dan asfalt weergeven? Ja. Nou ja, en dat vogel ik dan een beetje uit. En dat ging dan weer leuk. Heel gedetailleerd. Zit je dat helemaal zo op te doen? Ja, echt allemaal kleine rondjes te maken. En, wat een geduld heb jij. Ben jij zo'n geduldig mens? Dat ligt eraan, denk ik. Met dit wel? Nee, kijk, op een gegeven moment is geduld natuurlijk ook gewoon op. Ik kan heel geduldig zijn. Ja, dat zeggen mensen wel. Ik heb wel een hele lange adem. Maar op een gegeven moment is die adem ook op natuurlijk. Ja, je moet grenzen stellen. Absoluut. Dus dat moet ik ook gewoon doen. Ja. Over kleur gesproken... Ik zie daar een heel ander werk van jou en daar zit heel veel kleur in. Wat kun je hierover vertellen?
Nou, dat was op een middag. Ik had een middag vrij. Dat komt niet zo vaak voor, maar ik had een middag vrij. En dan denk ik, nou ga ik tekenen, maar wat zal ik nou eens tekenen? Ja. En ik wist eigenlijk niet wat ik moest tekenen. Maar je wilde wel heel graag. Ik wilde wel. En toen heb ik een heel klein tekeningetje gemaakt. Eigenlijk dit in het klein. Oké, dit en toen had ik echt zoiets van, die zit ook te kijken van, wat zal ik nou tekenen? Ja, met de potlood in de hand. Precies. En toen dacht ik van, ik ga hem groot uitwerken. En daaromheen ga ik dingetjes tekenen, sketch a day. Ja. Dus, ja, toen dacht ik, kan ik dat? Nou, kan niet, want ik heb niet elke dag tijd. Of ik neem de tijd niet, kan ook. Maar als ik iets zag wat mij een beetje triggerde, dan, of leuk vond, of wat dan ook, dan zette ik dat erop. Mm-hmm. En zo zit hier bijvoorbeeld bij Alleslijm. Is de situatie waarbij die mensen zich vastlijmden aan kunstwerken. Oh ja. Ja, en... Dit is een slang. Ja, van Thierry Baudet. Precies. En ja. Een bom. En bommen die vielen op Kiev. En hier de vluchtelingen die onder tentdoeken moesten slapen. Maar dit is een echte vis met een hele lange neus. En die heb ik gezien in Burgers' Zoo. Oké. Nou, en wat heb ik dan nog meer? Nou ja, dit zijn mijn silly people. Met muziekinstrumenten. Ja, en die heb ik dus net weer iets anders weergegeven. Want je ziet dat die krom is. Dat is een beetje op de manier van hoenderdwasser. Oké, hoenderdwasser. Dus, ja. Dus alles wat jij meemaakt zo'n beetje en wat... Ja, dat probeer ik dan. Dat probeer je er dan in te doen. Ja, hier ook allemaal silly people. Silly people, ja. Is dit een kerkje? Nou, dat is gewoon... Nou, nee, is niet... Ja, het zou kunnen, maar dat is niet heel bewust een kerkje. Oké. En misschien is het ook leuk. Daar zie je zo'n blokje met oranje, wit en geel. Deze? Ja, dat is een Engels dropje. Oh, lekker. En dat is naar aanleiding van dat ik een Engels dropje at, maar dat de vulling van mijn kies eraan bleef plakken. Oh. Hey, wat vervelend. Janne, ik zei laatst dat ik dacht dat je alleen maar klein werk maakte. Toen kwam je heel verrassend met groot werk. En hier zie ik hele kleintjes. Ja, niet bij 10 bij 10, maar 11 bij 11. Het moet toch anders zijn. Komt dat uit het zuiden, de 11e van de 11e en nog eens een keer 11? Nou, dat weet ik niet. Het blijft ook niet alleen maar bij 11 bij 11, maar het is nooit 20 bij 30, maar 21 bij 34. Het zijn eigenlijk allemaal maten die eigenlijk net niet precies passen binnen een passepartout, dus moet ze ook altijd zelf snijden. Ja. Ben je van het carnaval? Eerlijk gezegd, zelf carnaval vieren niet zo, maar ik heb wel jaren in een carnavalsbandje gespeeld. Oh, wat speelde je dan? Ik speelde klarinet en ik heb een tijdje tuba gespeeld. Oké. En dan gingen we met dat bandje, de Bierlopers heette dat. Ach, tuurlijk, de Bierlopers. Is nee, wel... niet Bierlopers, oh, de Bierlopers. Ze drinken toch niet met ik carnaval? Ik denk altijd maar gelijk aan nou, drank. Ja, er wordt natuurlijk met carnaval gedronken, maar wij vergezelden de prins en het gevolg. En we mochten wel een biertje drinken, maar nooit te veel, hè. Want wij moesten het mensen vermaken en niet dronken op het podium staan of tussen de gewoon mensen. Keurig netjes. Keurig netjes, ja. En waar deed je dat? Eindhoven? Breda. Want mijn man is een Bredanaar. En wat is de Breda, de carnavalstad? Ja, nou het was niet Breda zelf, dan is het nog Prinsenhagen. En dat was vroeger een dorp, maar dat is geannexeerd door Breda. Zo noemen ze altijd dorp in Breda. Oké. Ja, en die... Het Aagje heette die. CC Het Aagje. Het Aagje? Het Aagje. Zeg jij dat is? Ik zeg helemaal niks. Nee, net... Nou, even terug van de carnaval weer naar jouw prachtige werk. Want hier heb je dus inderdaad die kleintjes. En nou, vertel. Eigenlijk zijn het de vier elementen. Ah. Dat staat er ook onder, hè? Element aarde, element water, ja. Vuur en lucht. Ja, en de vrouw daar dan in. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ja, van alles en nog wat. Het dagelijkse leven dagelijkse dingen gewoon. Of... Ja, vaak staat de man centraal. Ik denk, laat nou dan de vrouw maar centraal staan in de elementen. Teken je liever mannen dan vrouwen? Nee, als je silly people kijkt, zie je veel meer mannen dan vrouwen. Ja. Ja, dat weet ik dan ook weer niet. Nee, heb je nooit over nagedacht? Nee. Nou, laat ik je toch met een mooie breinkraker achter. Ja, af en toe zit er een vrouw in. Dan denk ik, oh ja, er moet ook nog een vrouw in. Want iemand anders heeft die opmerking ook al eens gemaakt. Oh. Maar waarom dat zo is, dat weet ik niet. Nee. Misschien liggen ze hier beter om te tekenen. Zou kunnen. Ja, zo'n vrouwengezicht vind ik dan ook wel jammer. Ja, dit is weer inderdaad zwart-wit en hier ligt nog wat kleur. Daar ligt wat kleur en dat is ook weer veel vrijer. Daar heb ik gewoon maar eigenlijk verf op papier gesmeten. En dan ga ik gewoon kijken van, zit daar iets in?
Nou ja, over vrouwen gesproken, Marian. Daar zien we wel een prachtige vrouw, maar in een heel andere stijl. Vertel eens, wat heb je daar geprobeerd gedaan? Lady in Blue. Volgens mij was dat, en ik weet zijn naam even niet meer, want ik ben heel slecht in namen. Ah, ik ook. En daar was een schilder, ik had een artikel gelezen in een kunstmagazine, ik zal geen naam noemen. Nee, oké. Okay. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En toen heb ik mijn eigen vrouw getekend, deze. En in de achtergrond ook weer vrij proberen te gaan. En toen ontstond er dus die tweede vrouw in de achtergrond. Oh, die heb ik dus niet getekend, die ontstond gewoon... Daar rechts, naast haar. Ja. Oh, dat is bijzonder. En ik wou het gewoon in één kleurstelling doen, dus blauw tinten en... Maar het lijkt aquarel, maar dat is het niet, nee, hè? Nee, dat is niet. Het is acryl, maar dan werk je wat dunner en we lagen over elkaar. En dan dat vind ik dan weer leuk om... Heel anders, maar heel mooi. Ja, klaar. Nou, wat vind je nou van die Erik? Ben je al eens dicht bij hem gaan staan? Nee, dat doe ik. Ik ben gewaarschuwd. Dus dat doe ik vandaag maar niet. Hij is heel lekker gegeten. Ik zal hem gewoon anders voorbij lopen. Heerlijk met knoflook. Oh, krijg je er gewoon trek van. Nou, ga je mee? Gaan we lekker in de regen? Zo. Kijk, dit werkt heel anti-diefstal. De blikken komen je tegemoet. Oh. Mevrouw Appels, kijkt u eens. Dank u. Treed binnen, je mag lekker daar gaan liggen zitten. Liggen. Nou Marianne, het zit er alweer op. Het was een heel leuk interview. Bedankt dat je mee wilde werken. Vond je het zelf ook leuk? Ik vond het ontzettend leuk, ja. Wil je nog wat kwijt? Het blik, denk ik, of niet? Het blik, ja. Wij zijn heel erg blij mee. Hartelijk bedankt. Ik kan weer eten. Zo is dat.